een maand of zo niet meer geüpload. Ik heb echt, ik weet niet hoe dat komt. Ik had gewoon echt geen fit meer. Ik had geen zin meer. Ik weet niet waarom. Maar ja, hier ben ik weer. Ja, vandaag is er een nieuwe update. Twee nieuwe updates namelijk. Of ja, de zaterdag, maar dat weet ik niet. Western Festival. Ik weet ook niet eens hoe dat noemt. Gewoon een Western Festival. En nieuwe paarden. Alleen het ding is, ik ben a little bit bloed. Maar ja, oké. Verder, ja, hier. Ik vind het wel mooi, maar omdat ik echt woensdag, dus echt helemaal geen idee meer had en zo, had ik de missies en zo al gedaan. Dus dat vind ik nu wel een beetje stom nu daar terug upload, weet ik veel. Dus ja, dat is wel een beetje stom. En natuurlijk heb ik hier dit al gedaan ook. Maar ja, daar krijg je dus zo'n goud. Ik weet dat eigenlijk niet. Ah ja, deze munten bedoel ik. Ik ben nu een soort van blut met het goud. Let er niet op. Ja, ik ben dus ook al eventjes niet meer online geweest. Dus. Ja, als jullie al afvroegen waarom ik geen facecam meer op doe. Dat is omdat mijn camera voor 100 keer weer niet normaal irritant doet. Ik doe echt irritant. Ik weet niet, je wilt niet opstarten of zo, je wilt niet aangaan. Dus vandaag doen we het eventjes zonder camera en ik ga proberen om dan tegen de volgende keer terug camera te doen. Maar dat kan ik niet beloven. Ik hoop gewoon in ieder geval dat ik snel weer mijn camera kan filmen. We gaan weer verder en eventjes kijken. Kijk, dus hier zijn die nieuwe paarden. We gaan wel beginnen met de... Oh, dat is niet de... We gaan beginnen met de eerste kleur. Ze kosten 900. Ik ben op dit moment echt aan het sparen. En ik weet in mijn verleden op dit account... Heb ik echt al zo vaak gezegd dat ik zeg zo... Ik ga voor sparen. En we zijn er nooit van gekomen. Maar zeg maar, ik vind deze paarden echt super mooi. En ik ben ook al eventjes helemaal online geweest. Dus ik ben niet meer zo van... Elke dag wanneer ik online kom, moet ik Star Wars uitgeven of zo. Dat kan ik nu echt wel loslaten. Aangezien ik niet meer zo vaak online kom. Dus ja, ik denk wel... Dat over 3 weken dit paard in de stal staat. Of ja, niet deze kleur. Deze kleur vind ik een beetje basic. Deze kleur vind ik echt heel mooi, hè. Maar het is gewoon deze... De manen en de staart moesten dezelfde kleur zijn als de vacht. Deze, ik denk dat ik voor deze ga, maar ik weet het eigenlijk nog niet. Deze vind ik echt super mooi, maar ook een beetje basic. Ik hou echt van paarden met een brede bles zoals deze. Ik vind deze echt super leuk, maar het is gewoon... De combi met de maan en de staart en de vacht. Deze vind ik echt heel mooi. Echt waar, echt super mooi. Dus ik vind hem wel echt super mooi, maar ik kom een beetje. Ja, ik weet niet. En dit paard, ik weet niet. Vind ik niet zo leuk. En natuurlijk, de kraampjes zijn er ook weer. Hier kan je kipjes kopen. Deze keer wel met Starcoins. Dat is wel. Ik weet niet hoe het vorig jaar was eigenlijk. Maar ik wil die kip zo graag, maar kijk hoe duur dat die is. Daar ga je gewoon een Yorkie pony van kopen. Oké, en dit, dit vind ik ook wel leuk. Het thema van de kerstjes. De shorty geeft echt een zomergevoel. Dit dekje vind ik echt zo mooi. Ik wil die echt super graag. Deze, ja, ik heb er al 2 van races. Toen dat de races, even kijken, daar zo wat uitkwamen. Ook schattig met die kerstjes hier zo. Deze baby challenge vind ik echt super leuk. Ik vind het wel een leuk setje. Alleen ik zou het wel niet met short doen, maar met een lange broek en zo. En van dit heb ik dat dekje en dat truitje al. En verder heb ik zelf een beetje in elkaar gemaakt. Want ik ga voor dit setje. Alleen weet ik niet, want ik vind dit eigenlijk echt wel super leuk. Ik denk niet dat ik denk zo'n blauw zou. Ja, nee, dat vind ik eigenlijk niet passend. Ik denk niet dat ik hier nog iets van ga halen. Eigenlijk. Voor dit ging ik vorig jaar. Ik vind deze t-shirt wel leuk. Ja, maar oké, dus. Verder is er denk ik niet zo heel veel. Ik bedoel, deze stond er al. Ja, hoofdstellen en zo. Wat een leuke naam voor deze winkel, zeg. En verder, ja, etenschapje, dat stond er echt al. Weet ik veel. Zolang als ik Star Wars speel. Dit heb ik echt al een paar keer gedaan. Zoals jullie kunnen zien, heb ik het al een paar keer gedaan. Ik had er iets in de 100. Dat eigenlijk ook niet zoveel is, maar ja.
Zeg maar, omdat ik niks doe daarmee, gaan die lentemunten wel voor. Zomermunten. Waarom noemt dat eigenlijk niet lentemunten? Lentemunten, wow. Lentemunten. Want zeg maar... het is lente. Dit, hier heb ik nog niet in geweest eigenlijk. Hier ben ik nog niet in geweest eigenlijk. Ja, maar dan kan je zo dat kopen, waar ik niks mee doe. Oh, en hier staan die twee kipjes. Hier kan je zo die kippen... Maar ik weet niet, was dat omruilen of zo? Ik weet het eigenlijk niet meer vorig jaar. Ik kon het om een reden niet doen of zo. Weet jullie hoe dat was? Laat het eventjes weten in de reacties. Oké, we zijn er. Zo, ja, dank je. Dank je. Oké. Dus ik lig hierin. Dan gaan we even kijken. Ben ik nu echt mis? Oké. Snel, voordat hij terugkomt. Mevrouw de Beer, meneer de Beer, weet ik veel. Het is gelukt. Oké, dit doe ik nooit eigenlijk. Maar ik zit... Oh, ik weet niet eens wat hierin zit. Oh ja, daar doe ik het wel voor. Ah ja, natuurlijk die sleuteltjes. Oh, ik heb nog keiveel sleutels. Oh my god. Vorig jaar had ik denk ik zelfs helemaal geen sleutels en zo. Bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer en like op Carriage with Love. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei doei. Piep.